Ja. En dan die daar bovenop zo. En dan zo'n bolletje, die bolletjes. Ja. Bovenop. Ja. En dan... Ja, moet je alleen heel even kijken of je het overal rond wil. Kijk, je kan ook zeggen, ik zal het gewoon een beetje zo neerleggen. Dan kan je een beetje zien wat ik bedoel. Je kan ook zeggen, nou, ik maak hem aan één kant wat langer. En aan de andere kant wat korter. Ja, en dan is het wel zo dat je hem zo moet opmaken, dat je hem aan alle kanten kunt bekijken. En dan komt hier gewoon wat... Je mag best nog een randje van de schaal blijven. Dus je kunt het beste beginnen. Wil je hier iets mee doen met deze? Met die pinus? Of vind je die niet zo mooi? Ja, daar wil ik best wel wat aan doen. Nou, kijk, dan kan je beginnen met hieronder op die oasis steek je dan deze. Die naaldjes die eronder in komen, die moet je altijd heel even met je hand ervan aftrekken. En je hebt een tangetje, als die dan te lang is, dan kan je hem gewoon afknippen. Dus zo kan je het beste beginnen, Marcel. En jij moet ook heel even kijken. Ja, ik doe het ook. Er ligt hier groen, dus dan kijk maar. Deze is nog wat lang zelfs. Maak hem nog gewoon een beetje lekker. Korter. Dat klinkt wel cool. En met de biologie, juffrouw? Ja. Dat is, was biologie, juffrouw, toen, hè? Ja, de laatste jaren niet meer, maar... Zo goed? Ben ik altijd geweest, ja. Prima. Maar op de hogeschool of middelbare school, hè? Op de middelbare school, ja. Er zijn wel af en toe irritante... Leerlingen, zal ik maar zo zeggen. Wel als je. Maar goed. Dat zo hoort, goed, kijk dat hoort er ook bij. Zit ze langs de kant? Ja. Zit goed? Kijk, en dan zou ik, Dilana, als ik jou was, kijk. Je hebt nu hier aan deze kant heb je dit groen. Dan zou ik het ook aan die kant doen. Ja. Als je dat makkelijk vindt, dan draai je over de schaal. Dan heb je dat weer voor je, als je dat makkelijker vindt. En dan doen we straks aan deze kant een ander soort groen. Ja, dan is het niet allemaal zo hetzelfde, zeg. Kijk ons vat. Kijk eens hier mijn vat. Je moet niet erover doen, hè? Nee. Oeps! Kijk goed, heb je de camera? Met, ja, weet je! Gekke teun. Ja, weet je, sorry. Ja, niet voor meer. De camera is niet voor meer. Nee, weet je. De camera is niet voor meer. Als het al gedaan komt, heb ik het niet gedaan. Ja, weet je. Ik vind hem best wel mooi. Nog het grijs? Hier heb je nog het grijs. Oh, ik heb een idee. Ja? Zo iets afknippen en dan zo bovenop zetten. Ja, dat kan. Wat? Je kan ook maar kijken. Er komt daar een andere in. Ja. Dit is ook nog iets wat een beetje... Maar ik denk dat we dan straks eerst een plekje gaan zoeken voor de sterren. Ja? Nee, ik pak een engeltje. Of een engeltje, of allebei. Dat kan misschien nog wel allebei. Ik steek er nog niet in, hè? Ik zal heel even kijken. Heb je nog van dat groen? Dat of dat. Mm-hmm. Volgens mij wordt dit mijn nieuwe hobby. In plaats van achter de computer zitten. Ja, maar achter de computer is ook wel leuk. Maar het is meer leuk als s'avonds een beetje zo... Nou. Voordat ze naar bed gaan of zo. Moet je maar even kijken, Marcel. Die is er zo langs de kant, hè? Ja, dan zou het... Heeft hij hem verkeerd omgeplakt? Eigenlijk moest hij zo omgeplakt worden. Oh ja? Ja, kijk maar. Waarom dat? Kijk, als je hem zo erin steekt, is het verkeerd om. Kijk maar. Zie je? Oké. Oh ja, dat heb ik niet goed gedaan. Nou ja. Ah, maakt niks uit. Foutje. Dan pak je toch een ander ster? Ja, goed, maakt niet zo lang uit. Kijk, zo kan je dat doen. Even kijken of ik hier een kort stukje... Ik heb een beetje wiebel... Een ster? Een beetje wiebelster. Hoe heb je die blaadjes vandaag? Jo, ik ga er voor dicht ook heel even een paar op draad zetten. Au. Oh. Ruk ze net. Ja, lekker. Ik heb een idee dat ik hier nog een paar van zo'n dingen doen. Ja, dat moet. En dan... Ons denken, mos gaat een beetje eromheen. Ja, dat ga ik zo goed halen. En dan zo die blaadjes zo. Ja. Dit is ook mooi. Iets apart. Eventjes. Kijk. In de babbelbak. Johan! Ja. Kukkenbakken. Hey. Lano. Hoe? Delano. Delano. Die. Johan. Die Lano. Nee, die Lano. Is dat je voor of je achternaam? Dat is mijn voornaam. Twee mooie balletjes. Even dit dat erin. Kijk. Goudkleurig. Oh. Daar, kijk. Oh, kijk eens wat mooi. Moeten we eens even kijken. Oh, echt bos. Weet je hoe lang dat nodig heeft? Ruggers. Te groeien. Heb ze dat? Ruggers. Ongeveer 15 jaar. Ja, maar Ruggers. Die is nog nat. Oh. Bos. Andere moet ik eventjes... Die zo? Ja, kijk, en dan kan je gewoon... Dat doet me denken aan Spanje. Dat was zo'n zee die het goud wilde. Ja, maar ook zelf hoor. Die is ook mooi.
Ja, nee, moet je zelf weten. Mooi. Moet je zelf weten, maar je maakt het niks uit. Oh, Kijk, als je nou straks een... Wat is er? Ik vind het echt... Leuk om te doen? Ja, schitterend. Dat is gewoon... Te moeilijk. Ja, als het maar zo'n klein dingetje nog is, hè, dan laat je... Kijk, straks zoeken we nog wel wat kleine dingetjes waarmee dat kan. Dan mag je een... Als je een kerstballetje wil gebruiken, dan rijd je daar gewoon een krammetje. Zo hier door dat oogje. En dan kan je hem waar je wil, ik doe het gewoon even hier, maar net waar je wil, kan je hem dan zo erin prikken. Zie je dat? Ja, net goed. Ja. Ja, dus goed. Marcel, heb je het ook gezien? Nee. Je rijdt gewoon hier een krammetje erdoor. En dan kan je hem zo ergens waar jij wil, kan je hem erin prikken. Ja, zo. Ik zal hem dan een beetje bovenop doen. Ja, zo een beetje. Ja, dan zie je hem ook. Zo. Ja, nou, dan kan je dan gewoon... Ja, maar een beetje langs de kant zo of zo. Ja, maar kijk, hier kunnen we straks nog best een beetje groen doen. Hè? Ja. Eerst een beetje op de en hier vorm. Is ook een beetje kaal eigenlijk. Moet er dan nog wat mos bij? Ja, maar als je nou eerst eens even wat kerstballetjes verdeel. Uh-huh. Ja, want als het anders helemaal vol gaan stoppen met groen, dan weet ik straks niet meer waar we de rest moeten stoppen. En zo aan deze kant ook een beetje van die bal. Vanmorgen dacht ik zo, oh, dat zou wel minder leuk zijn dan ik dacht, hè? Maar dit, joh. Ja, de wet zijn toen ze moest voorstellen wat het is, hè? Dat moet ik daar nog gaan doen. Het wordt goed, hoor. Zo. Kijk, en dan geef ik je een lijnpatroon en dan pak je dit. En dan draai je dat gewoon zo om het lijnpatroon heen. Joi. Ja, jij ook straks. Oeps. Hey. Kom maar eens. En dan heb je een mooi spiraaltje. Dan pak je die ergens in het midden. Kan je nog als je wil een klein beetje uittrekken. En dan kan je er ook gewoon hier weer een krammetje in zetten. En dan kan je met dat krammetje ergens inprikken waar jij het mooi vindt. Ik zal je hier nog een stukje geven. Je hebt nou net gezien hoe het moet. Kan je er voor op een ander plekje misschien ook nog eentje maken. Hier heb je dat ding waar je het omheen kan draaien. Deze, die gouden. Ja. Kijk, is het ook goed? Dit is het denk ik een beetje los erin. Ik weet niet hoe je dat moet doen. Ja, ik zou, als ik jou was, Marcel. Wat? Zou ik eerst hier. Kijk hoe mooi zijn er. Zou ik hier nog een beetje hoger het groen doen. En dan het balletje erboven. Ja, maar ik wil ook deze kleuren. Die zijn zo mooi. Bij mij moet er nog een beetje opgevuld worden aan de zijkant en zo. Ja, dat gaan we sowieso straks. Dat moeten we straks bij allemaal. Ja, maar als je het helemaal... Om ze mini boeken zeuren. Ja, is er aan het roebelen. Onweer. Sven. Spring naar de pilaat. Nee, wacht. Dat is echt heel mooi, Sven. Heel mooi. Het is net zo'n natuurfilm. Kijk hoe mooi die spin is. Mooi. Durf je die op te pakken? Maar dan zou ik zelf, bijvoorbeeld als je de ene aan die kant doet, dan zou ik de andere hier aan deze kant er een beetje uit laten lopen. Of wat ook kan, is dat je dit juist over die lange pines, hier zo over deze een beetje laat lopen. Ja, zo heet dat. Ik word af. Ja, jij dacht natuurlijk dat er wat anders was. Penis, zei ik. Niet penis, maar penis. Alsjeblieft, mannen. Alsjeblieft. Nee, ik dacht gelijk penis. Ja, geweldig. Sorry. Ja, maar kijk, zo is dat fijn, hè? Kijk, zo die kant. Ja, kijk, en nou... Dat kan. En die twee kan er nog op doen. Maar dat doe ik dadelijk als het een beetje meer gevuld is. Goed. Ja, kijk, en dat doe je eens hier bijvoorbeeld. Boven die. Dat kan je nog heel goed. Nou, Marcel, laat me eens heel even meekijken. Jij moet dus even denken bij. Ik moet dit nog een beetje vullen. Ja, dit. Doe maar rustig aan. Mike. Ga jij eens even kijken waar je eventueel de strik wil hebben? De strik. Hier, geef hem hier in handen. Ik weet het niet precies, het maar misschien niet. Nu vandaag, joh, einde.
Wat zo lang ik hier nog mee bezig ben. Nou, hier. Dit is ook nog een beetje kort groen. Hier moet ik even kijken, want daar heb je iets blauw naar de onderkant. Maar ik kan deze hier ergens deze. Dat is echt mooi in het midden. Ja, en dan zo. En dan moet ik hier nog een beetje zo. Ja, dat een beetje goed. Ja, en dan zit ze hier. Zo. Ja. En dan hier. Hup, heb je erin? Ja. Nassa. Kijk hoe vet het goed zit. Kijk, herop. Ah. Hallo, ik ben de zon. Even kijken. Als je dat leuk vindt, kan dat ook eventueel nog. Ja, nou, je hebt het echt goed gedaan hoor. Dat brengt me nog een idee, die Lana. Wat zou ik er doen? Jij gaat er een filmpje van. Nee, maar ik heb een goed idee. We kunnen die school zo. We doen dit op de tafel, hè? En dan doen we als zo verstoppen onder de tafel, kijk. En dan doen we zo'n pupjes zo. Zo'n speelgoedpupjes en zo. Doen we zo voor het beeld. En dan doen we zo. Pesten. Zo. Ah, dat is zo grappig om dit. Zullen we dat doen? Kunnen we straks dus. Zeg. Ja? Heb jij dat niet wel eens? Dat je Marcel amper kan verstaan omdat het zo snel gaat? Dan moet je zeggen. Slow. Tempo doulo. Slow. Ja. Wij zeggen altijd tempo doulo. Je spreekt alsof er ergens iemand achter je aan zit met een zweep. Ja. En dat is echt niet zo. Nou, dan moeten we deze straks eens even boven op de tafel zetten. Dan moet je wel even het eindresultaat filmen. Het eindresultaat filmen. Ja. Een foto maken. Ik wil nu even filmen. Ook een spulletje. Ja. Dan kom je overal spullen tegen. Dus die zitten niet alleen bij jullie in de kelder, maar die zitten ook nog bij ons in de kelder. Dit heb ik. Kijk, vanzelf draad. Man kunnen maken. Oh ja, kom maar eens boven kijken. Dan heb je nog veel meer. Man. Zullen we ze mee naar boven nemen eerst eventjes, jongen? Ja. Ja? Durf ze die zelf te dragen op de trap, Dilano? Ja. Marcel. Ja, ik kan. Ja, maar doe ik zo nog.